Listo, el aplauso. Het was de blik van een blij verraste Santiago Arias die op de hertgang begroet wordt door een jeugdteam uit zijn vaderland Colombia. De mannen speelden een toernooi in Gennep bij Vitesse 08, werden derde en pikten ook nog even een training van PSV mee. Van hun held, Santiago Arias dus. De Colombiaanse rechtsback gaat komende zondag met zijn ploeg op bezoek bij PEC Zwolle. En PSV is gebaat bij een goed resultaat, wil het nog vierde worden in de Eredivisie. Na een warming-up, een rondo en een paas en trapvorm zoeken we het hoger op en kijken we naar drie korte partijvormen. In partij 1 wordt niet gescoord, dit gebeurt in partij 2. De goal is daar van Memphis Depay. Vlak voor het einde van dat tweede partijtje gebeurt dit. En Geel denkt hier een overwinning mee te pikken. Maar dan heeft het buiten wit gerekend. Want dit gebeurt bijna in het eindsignaal. De voorzet van Maher en de goal van Florian Jozefsoon. En dus zal het moeten gebeuren in het derde partijtje. Ook daar lange tijd 0-0. Chris van der Weerde roept hier nog 15 seconden. En kijkt u dan wat er gebeurt. Uitbal via Geel. En dus mag Jeroen Zoet het spel hervatten. Doet dat snel, bereikt Joshua Brenet. Zijn actie strandt nog, maar dan is daar Adam Maher. Mooie actie. En hij scoort de 2-1. En zorgt dus voor de overwinning voor wit. Komende zondag dus om 2:30 de aftrap tussen PEC Zwolle en PSV.